Goedemiddag iedereen en welkom bij deze webinar van Klasse. Vandaag hebben we het over lezen en hoe jij als leraar elke leerling sterk in lezen kan maken. Ik ben Seppe van Klasse en vandaag leg ik jullie vragen voor aan Jordi Kastelein. Jordi is docent aan de lerarenopleiding U Antwerpen en co-auteur van Les in Lezen. Jordi, welkom. Jordi, wie lezen zegt, die denkt meteen aan die slechte PISA- en PIRLS-resultaten waarmee kampen. Nu, jij wou naar deze webinar komen op één voorwaarde, dat we het niet meer over die problemen gingen hebben, want daar heb je al heel veel over gepraat, maar over de oplossingen. Ja. Klopt? Ik denk ik zelfs, vandaag was er les van didactiek Nederlands bij ons aan de UA. En ik heb denk ik zelfs ook tegen de student gezegd, je staat op met een emmertje energie. En je hebt er maar zoveel per dag. En als je er dan veel van gebruikt om direct bezig te zijn met de negatieve zaken, blijft er gewoon veel minder over van wat je gaat doen. Dus we hebben een lesuur. Dus ik stel voor dat we dat lesuur zo goed goed mogelijk gebruiken. Gebruiken. Hè? Ja. Ja, ik denk dat leraren hetzelfde denken als jij. We hadden 1000 plekjes voor deze webinar. Een technische beperking waar wij voorlopig niet omheen kunnen en die waren in een mum van tijd volzet. Dat toont ook maar hoe groot de motivatie ook bij leraren is om de tijd te keren. Wie zelf vragen heeft voor jou, die stel ze zeker in de chat. Omwille van het grote aantal deelnemers schakelen we video en microfoon bij iedereen uit. Mocht je vraag vandaag niet aan bod komen, onze excuses daarvoor. Het is niet altijd gemakkelijk omdat lezen een enorm breed thema is. Als kleuterleraar heb je wellicht heel andere vragen dan wanneer je Nederlands in de laatste jaren van het secundair geeft. Maar wie deelneemt aan deze webinar krijgt nadien nog een mailtje met daarin artikels van klassen die meer oog hebben voor de specifieke onderwijsniveaus. En ook een opname van de video voor als je het nog eens allemaal rustig wil herbekijken. Jordi, die oplossingen, we zullen daar maar meteen aan beginnen. Hè. We zouden je graag eerst enkele stellingen voorleggen over effectief leesonderwijs. Klaar voor de eerste? Ja. Lezen is kinderspel. Ja. Dat is het eigenlijk ook. Hè. Wat we doen in Vlaanderen is starten met formeel leesonderwijs. Dus echt leren lezen en schrijven, want dat hoort er allemaal mooi bij. Dus vanaf het eerste leerjaar, dus vanaf dat je dus 6 jaar bent ongeveer. Maar als we gaan kijken wanneer het echte lezen start, wanneer de fundamenten van leesonderwijs gelegd worden, wordt dat eigenlijk veel vroeger gelegd. Dus je zou kunnen zeggen dat wordt eigenlijk al vanaf dat iemand geboren wordt gezegd, vanuit de kinderopvang, maar we zijn allemaal mensen vanuit onderwijs. Dus je moet eigenlijk zeggen dat kleuteronderwijs is, dus eigenlijk vanaf het vierde jaar, het levensjaar. Dus je moet eigenlijk dan zeggen, dat is zeker niet iets dat we zeggen van een paar maanden voor de zomervakantie, vlak voor het eerste leerjaar, dat we daarmee starten. Dat is eigenlijk een verhaal dat start niet in dat derde kleuter, maar in dat tweede kleuter. Het liefst ook met iedereen. En wat ga je dan doen? Wel, dan komt de academicus even in mij naar boven. Want je moet even weten dat lezen eigenlijk een driehoek is. Namelijk ongeveer zo. Met drie punten. En daar zijn eigenlijk die drie zaken zijn belangrijk. Ten eerste gaat het over een klank. Het gaat over een betekenis. En het gaat over een schrijfwijze of een spelling. En wat dus lezen doet, is eigenlijk die driehoek automatiseren. En eenmaal dat vlot verloopt, kunnen we eigenlijk overgaan naar begrijpend lezen. Maar eigenlijk is dat begrijpend lezen, zit dat daar al in. Maar als dit allemaal helder zit, dan kunnen we eigenlijk er van alles mee gaan doen. Dus eigenlijk, dus wat we gaan doen, het heel formeel vastzetten, is eigenlijk vanaf het eerste leerjaar van lager onderwijs gaan we die driehoek vastzetten. Maar je kan niet vanaf nul beginnen. Hè. Je start niet vanaf gewoon uit de lucht gevallen. Dus elke van die drie punten van die driehoek, die kunnen liefst veel vroeger naar voren gekomen worden. Dus ten eerste klanken. Goed leesonderwijs is goed klankonderwijs. Ten tweede betekenis. Ja, als er iets gezegd wordt, moet je dus weten wat dat eigenlijk iets zegt in de Nederlandse taal. En ook schrijfwijze, spelling, letterkennis. En het feit dat we in onze driehoek, dat er daar lijnen zijn tussen die drie punten, dat veronderstelt ook iets. Namelijk, dat zijn geen drie eilandjes. Een kind zou moeten beginnen beseffen dat er linken zijn tussen die drie punten. Bijvoorbeeld tussen een klank en een letter.
Wat bedoel je Dat dan? je dus beseft dat een klank dat correspondeert heel vaak aan een bepaalde letter. En een klank dat ook een bepaalde betekenis heeft. En dat klinkt allemaal heel logisch voor ons, maar dat is omdat wij zo ver zitten in dat leesproces dat wij niet beseffen hoe absurd dat eigenlijk is. Hoe vreemd dat eigenlijk is. Dat je een A ziet en dat wij dan twee liever tekentjes van een A naast elkaar zien, en dat zien we dan als A. Er is niks A aan die twee A's, omdat het dan een klank te doen. Ja. Ik denk klankbewustzijn, zoals het dan heet, voor kleuterleraren misschien erg bekend, voor leraren uit andere onderwijsniveaus misschien net iets minder. Kan je daar heel kort een voorbeeldje van geven? Het mooiste voorbeeld vind ik persoonlijk van collega Astrid Geurens. Die richt iets heel moois en dat is eigenlijk oot en to. Dat zijn nu twee woorden die geen enkele betekenis hebben. Maar als je dat in geluidsgolven ziet, oot en to, en je focust op de t, zie je eigenlijk die t niet in oot en zie je niet de t in to. Dat vloeit allemaal in elkaar over. En als je dan ongeveer weet, nou, die t zit in en een oot op het einde, zie je eigenlijk dat het er anders uitziet. Met andere woorden, het is niet zo eenvoudig voor kinderen om te beseffen dat wat wij zien als een t, dat dat eigenlijk twee verschillende verschijningsvormen heeft en dat je dat ook in een woord moet kunnen onderscheiden. Dus het gewoon het besef dat je spreekt het op een andere manier uit, dat dat hetzelfde is en dat je dat nog eens uit elkaar kan halen. Ja, en dan zeg je, maak je ook al de koppeling naar letters. Moeten we kleuters dan al leren schrijven? Wil je echt met zulke schoolse vaardigheden beginnen in de kleuterklas? Oh, ten eerste vind ik dat een rare term, schoolse vaardigheden, want je zit op een school, dus er hoeft niet noodzakelijk negatief te zijn, dat is één. Ja, je snapt wat ik Twee, bedoel. Dus voor sommige stemmen misschien zullen zeggen, laat ze kind zijn. Ja, maar ze mogen gerust nog altijd kind zijn, maar ik vind het heel spijtig in het onderwijsdebat dat het heel vaak zwart of wit is, dat er blijkbaar ofwel laat je kinderen kind zijn en lopen ze vrij over de speelplaats, ofwel steek je ze vast in rijtjes in een klaslokaal en moeten ze zwijgen. Er zijn heel veel grijs varianten, hè? Zeker in kleuteronderwijs, waarbij je kinderen kan laten letters ontdekken, al beginnen tekenen van letters. Dat ze ook kunnen spelen met klanken. Dat hoeft niet te zijn dat je plots neergenageld wordt aan je houten bank en dat je invulblaadjes voor je krijgt. Dat is helemaal het andere uiterste. Ik vind niet dat we altijd op die manier moeten nadenken. Er zijn heel veel actieve werkvormen om eigenlijk die basis van die driehoek al goed te doen. Ja, en waarmee je ervoor kan zorgen dat die kleuters dan eigenlijk klaar zijn om de overstap te maken naar het eerste leerjaar en niet dan van nul hoeft te beginnen. Ja, want dat is uiteindelijk wat je moet proberen te vermijden, dat zodra we starten met formeel onderwijs, leesonderwijs, dat het eigenlijk helemaal iets van compleet anders gaat. En dat ze eigenlijk van niks weten. En er zit daar, je voelt, daar zit ook heel veel mondeling taalgebruik in, want dat klanken, dat gaat niet enkel over luisteren, je moet ze ook liefst zelfs kunnen produceren. Dat is een mooie manier om dat te tonen. Je kunt er ook mee spelen. Het gaat ook over betekenis, het gaat ook over de Nederlandse taal aan zich, hè. De taal die wij nu gebruiken als gemeenschappelijke taal van ons onderwijs, dat zit daar ook allemaal in. Ik ben zelf, misschien is dat interessant, gewoon af en toe is een voorbeeld uit de academie, misschien een persoonlijk voorbeeld, is dat eigenlijk wel toffer. Ik ben leespapa op de school van onze dochter, die is 7, en dat betekent dus dat ik soms, op dinsdag is dat eigenlijk, na school een aantal kindjes begeleid. En dan heb je een aantal kindjes die dat goed doen en die dan hier kunnen zeggen. En ja, dus die koppelen dat mooi. Maar dan vraag ik van, weet je eigenlijk wat een gier is? En dan van, nee, geen idee. Dus dan heb je eigenlijk maar één zijde van je driehoek. En van, ze kunnen dat heel mooi, fantastisch, goede jongen, goed gedaan. Maar ja, dan heb ik mijn gezicht dan de overgang naar mijn gier is. Ja, bedoel, en dus er zit daar altijd een vorm van betekenis in. Ja. Dus van die driehoek graag naar een tweede stelling. Lees zoals Remco. Ik weet dat jij nogal zot bent van de koers. Voor wie Remco niet kent, gaat dan over Remco Evenepoel, zowat onze beste Belgische wielrenner in Rondehoop. Wat bedoel je daarmee? Ja, mijn excuses. Als ik er koers kan in krijgen, zal ik het doen. Waar het hart van vol is. Hè. En eigenlijk is dat wel interessant. Ik vind het interessant om de link te leggen van leesonderwijs naar sport. Omdat we bij sport heel snel een aantal zaken aanvaarden, terwijl we bij leesonderwijs dat we een stuk minder doen.
Nu, als we gaan kijken naar succesvolle renners, zoals bijvoorbeeld Remco Evenepoel, maar andere succesvolle renners, merk je eigenlijk dat die niet enkel gewoon op hun fiets zitten. Die zitten eigenlijk, die gaan naar de kiné, die letten op voeding, die bereiden goed een wedstrijd voor en al die verschillende zaken. Zaken die niet onmiddellijk een relatie hebben met puur fietsen. En met leesonderwijs is dat eigenlijk ook zo. Dus het doel van lezen is heel fijn dat mensen een tekst krijgen, dat ze dat dan begrijpen enzovoort. Maar onderliggend zijn er daar een aantal processen die we moeten kunnen automatiseren en waar steeds stevig aan gewerkt moet worden. Opnieuw, om te denken aan mijn les van vanmorgen hier aan de studenten. Wat didactiek eigenlijk doet, is eigenlijk zo die stapjes uitleggen. Van hoe, je hebt een bepaald doel. En didactiek is eigenlijk zeggen van hoe geraken we daar? Dat zijn eigenlijk die verschillende stappen neerleggen en van hoe geraken we naar dat einddoel. En dat einddoel, dat heeft soms niks te maken met alleen de stappen zijn soms niks te maken met dat einddoel. Of niet onmiddellijk. Dat is een beetje als mensen niet houden van voetbal, van wielrennen, liever misschien moet je dan het hebben over lopen. Dus dat is ook iets wat we dan, als mensen zeggen, de 10 miles van Antwerpen, 16 kilometer. Ja, hoe doe je dat? Dat is ook niet om te zeggen van, en ik doe loopschoenen aan en ik start en hier, ik ben er. Nee, er zijn er ook allerlei andere processen aan. Dat gaat ook stap voor stap. En je mag ook niet onmiddellijk naar dat einde gaan. Er zijn ook allemaal stukken daartussen. En dat is ook hetzelfde met leesonderwijs. Je moet niet onmiddellijk naar teksten lezen gaan. Het gaat soms over teksten, maar ook over zinnen. Dat zijn echt van die grotere bouwstenen die we in het secundair onderwijs wel eens snel vergeten dat die bestaan. En een focus op een zin is heel krachtig, zeker voor deze stroom. Woorden. En dan klanken, als we richting meer kleuteronderwijs gaan, richting bijvoorbeeld richting lager onderwijs, moet je zeggen, zo, de details in woorden zijn wel essentieel. Opnieuw, mijn leespapa-ervaring, dat wordt je soms gestoken bij een kindje dat al ver gevorderd is, want ze duiken naar een ICT-programma voor de kinderen die nood hebben aan taalsteun. Die is heel ver gevorderd en dan word ik er soms bij gestoken. Die is ver gevorderd, we steken Jordi erbij en dan ontdek ik dat hij niet altijd zo goed doet. Bijvoorbeeld praten spreekt hij dan uit als praten. En dat is voor een andere begeleider goed, want het lijkt er toch op. En dan zeg ik, nee, dat is niet correct. Want die praten, dat is niet hetzelfde woord. Die klanken zijn verschillend. Dus je moet daar nu op dat moment daar aandacht voor hebben, want dat gaat een probleem geven binnen 2, 3 jaar en dan zit het veel te ver. Dus je zou kunnen zeggen, ah, laten we onmiddellijk al met die teksten bezig zijn, want het lijkt toch dat dat goed gaat met de jongen. Dan denk ik van, oh, laten we even nog al die onderliggende processen maken dat die goed vastzitten, dat die automatiseren. En Betekent automatiseren dat betekent niet van buiten leren. Hè. Dus, we te weinig automatiseren bij jongere kinderen, waardoor ze dan op latere leeftijd met gaten in hun vaardigheden en kennis zitten? Dat zou een oplossing, dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Pas op, ik druk mij heel voorzichtig uit, want je hebt zoveel verschillende kinderen, zoveel verschillende leerlingen. Ik durf niet te zeggen van dat is nu de oplossing voor iedereen. Dat zou volledig absurd zijn. Wat ik wel denk, is dat een aantal zaken wel beter geautomatiseerd moeten worden voordat we verder gaan, of dat er daar blijvend aandacht voor moet zijn. Ik denk wel dat we soms voor bepaalde groepen, dat we heel snel overgaan naar dat einddoel en dat we die stukken daartussen vergeten. Een mooi Onbewust voorbeeld gaan. is eigenlijk het technisch lezen, dat uiteenvalt in het vlot lezen en dat moet je eigenlijk zien als een soort van die duo is geautomatiseerd en alles is fijn. Maar ik zeg, didactiek is eigenlijk nog die stappen daartussen neerleggen. En het einddoel is het lezen van die teksten. Waar we binnen leesonderzoek veel nu van overtuigd zijn, is er daar van dat vloeiend lezen, dat je daartussen wel iets hebt. En vloeiend lezen is eerder met heel veel expressie een tekst kunnen voorlezen. En ze zien dat nu toch wel als eerder die brug tussen de driehoek waar ik daarnet voor heb en het met Ja. begrip en tekst kunnen lezen. En dat zijn toch zaken waar je wel op kan werken en waar je zegt van, allee, dat gaat over automatisering, dat gaat over drill. Dat is eigenlijk ook geen drill, hè, want dat is samenlezen, iets expressief voorlezen. Ik zie dat niet als een klassiek voorbeeld van drill. Ik zie dat eerder als een fijne werkvorm. Oké. Over naar een derde stelling. Die is lezen is schrijven en schrijven is lezen. Ja, en dat is iets waar we zeker binnen leesonderzoek gewoon, ja, niet enkel van overtuigd zijn, maar heel veel bewijzen voor hebben. Je zou moeten zien als lezen en schrijven als
als een soort van waterput en we trekken er een emmer uit en dan heb je lezen en trekken een andere emmer uit diezelfde waterput en je krijgt schrijven. Dus lezen en schrijven gebruiken eigenlijk dezelfde onderliggende processen. Dus als je bezig bent met schrijven, ben je eigenlijk ook bezig met lezen en andersom. Dus de twee hebben een heel sterke wisselwerking. Dus als je zegt van we gaan lezen en het stopt dan, dat is eigenlijk heel spijtig, want er zou altijd een koppeling moeten zijn met schrijven. En als het niet anders kan, dus namelijk steeds met spreken. In een ideale wereld doet iedereen dat goed, maar natuurlijk, we zijn bezig met onderwijs. En in onderwijs willen we wel eens kijken van, ja, wat doet mijn leerling dat op de juiste manier? Loopt er iets mis? En je kan niet kruipen in het hoofd van die leerling. Dus je moet dat wat er in een hoofd gebeurt, veruitwendigen. En de manier om dat te doen, is door te schrijven, want dan help je nog eens bezig met hun lezen. Je kan dat ook via spreken, maar dat gebeurt er van alles met iedereen. En het is veel interessanter om dat moment in te zetten met schrijven. Met schrijven dwing je eigenlijk ook om leerlingen om te gaan nadenken over een tekst. Want Een bewuste schrijven is omspringen heel met moeilijk. taal. Ja. Schrijven is onwaarschijnlijk moeilijk. Zeer lastig. Gewoon, we weten dat echt fysiek last heeft om dat te doen. Dat is gewoon moeilijk. Dat vraagt hersenkracht, letterlijk en figuurlijk. Dit is dus ook niet leuk om dat te spontaan te beginnen doen. Maar dan denk ik ook dat het de taak is voor ons als lesgevers om onze leerlingen daarbij te helpen. Dus het zou heel spijtig zijn dat we zeggen van, ah, je hebt nu iets gelezen en schrijf iets. Maar dan laten we al die stappen waar ik het daarnet over had, dan laten we die gewoon achterwege. En dat mogen we dus niet doen. En daar komt didactiek terug naar voren. Dus het gaat echt wel over schrijven ook. Ja, als leraar ook niet zo eenvoudig, want hoe spring je om met die schrijftaken die ja, natuurlijk zelden de perfectie benaderen? Ja, Hoe pak je dat aan? als we gaan zien bij secundair onderwijs, als we ervan uitgaan dat de schrijfvaardigheid is afgerond, dan merken we dat feedback geven aan leerlingen, dat werkt. Maar dat is eigenlijk maar de minste van de drie. Dus dat heeft een impact, maar een kleine. En dat hoef ik aan geen enkele leerkracht uit te leggen, want die weet dat. Als die iets verbeterd heeft, dat werkt, dat heeft een positieve impact, maar ook niet superveel. Wat veel meer werkt, is dat te combineren met lezen. En wat het eigenlijk nog beter is, als we nog een stapje hoger gaan, is wat we noemen met directe instructie. Dus dat je heel duidelijk maakt aan leerlingen van hoe je zoiets doet. Dus die stappen heel duidelijk maakt. Leerlingen dat aantal keren laten doen, want het is niet na één keer die stappenplan doorlopen en dan klaar. Dus, en dat heeft een veel grotere impact op hun schrijven. Nu, Dus dezelfde dus... schrijfopdracht enkele keren durven geven Ja, en ze en dwingen om daar, of maar die aanmoedigen schrijft. om daar sterk mee Dat die bezig te zijn. schrijfopdracht zo strikt formuleren dat leerlingen eigenlijk in het begin enkel maar gewoon die stappen te moeten doorlopen. Nu, daar zijn twee grote problemen mee. Eén zijn de leerlingen, want die verwachten eigenlijk een punt, een score. Die willen dat je dat doet. En als je dat niet doet, dus er is daar een attitudeverandering nodig. Nu, dat kan. Ik heb al gehoord van scholengroepen over de netten heen die dat doen en die attitudeverandering langzaam. Aan het realiseren. En het tweede probleem is de directie. Want de directie wil heel graag zoveel scores per jaar. En een goede manier om scores neer te leggen en te vinden is ja, schrijftaken. Dus ook die moet een beetje de paraplu openhouden voor die leerkracht die zegt: kijk, we gaan je schrijven inzetten door te focussen om jouw schrijven te verbeteren, niet om er een score op te geven. Dus je hebt ook Proces. wel. Ja, je hebt wel iemand nodig die je beschermt. Dus nu ook niet enkel tegen je leerling, maar ook wel van die ouders die zeggen van hé, mijn leerling, mijn zoon, dochter heeft dat nu gedaan en die krijgt daar nu geen punt op. Maar je zegt van, maar die is daarmee bezig, die wordt daardoor beter. En dat, eerlijk gezegd, zijn dat de zaken die werken. Over naar een vierde stelling, Jordi. Elke leeskilometer telt. Wat je Ja. leest, het is altijd goed. Soms vroegen mensen mij af zo van, ja, wat kunnen we doen aan leesonderwijs? En ik heb dan al heel vaak gezegd van, er is eigenlijk geen simpele oplossing mogelijk. Maar als ik dan toch één naar voren moest schuiven, zou ik de laatste tijd zeggen van, er moeten meer teksten gebruikt worden in het leerproces. En dat is het eigenlijk. Dus zoals ik tegen mijn studenten dan vaak in de vakdidactiek zeg van, ik hoop dat er meer buiten de les Nederlands gelezen wordt dan binnen de les Nederlands. Dus er moet meer buiten Nederlands gelezen worden dan binnen. En daar komt het eigenlijk op neer. En daar vrees ik dat we af en toe, dat ligt niet aan de lesgevers, dat ligt aan hoe
mensen die tips en de richtlijnen gekregen hebben van je kan leerdoelen ook op een andere manier bereiken dan door teksten te lezen. Nu, puur academisch zou je moeten zeggen, klopt dat. Je hoeft niet altijd een tekst te lezen om een bepaald leerdoel, bijvoorbeeld in biologie, te bereiken. Dus dat klopt. Het probleem is het lange termijn effect. Doordat je elke keer op een andere route dat leerdoel bereikt en dat je dus minder met teksten bezig bent, ga je uiteraard ook minder goed zijn in tekst. Wat leren we zeker in latere jaren van in leesonderwijs, is eigenlijk leerlingen omgaan met complexe en moeilijke teksten. Dat is eigenlijk wat je doet. De leesstrategieën zijn eigenlijk gemaakt voor complexe teksten, niet voor de gemakkelijke. En wat merken we dan? Dat als we leerlingen dan eens confronteren met een tekst, dat die eigenlijk vereenvoudigd is, studeerbaar gemaakt is, waardoor je eigenlijk de leesstrategieën niet meer nodig hebt. En dat leerlingen zich afvragen, wat is hier nu de bedoeling van? Dus zelfs dan ben je het niet aan gebruik. Maar ik Het is misschien ook een vicieuze cirkel, omdat ja, als je leerlingen klagen over de complexiteit van je teksten en je maakt ze wat eenvoudiger of je ondersteunt een beetje, dan gaat het weer beter. Dus volgende keer pas je weer aan en dan ben je misschien al de moeilijkheid onderuit aan het halen. En de oefenkansen. Ik snap de redenering ook, omdat ze zeiden van ja, je moet eerst een tekst kunnen lezen voordat je dat doel geraakt. Dus je bent eigenlijk dat doel aan evalueren, maar eigenlijk ook de leesvaardigheid. En dat is compleet oneerlijk. Dus ongeveer is die tendens begonnen van 15, 20 jaar geleden. Ik heb die zelf als lesgever zelf meegemaakt. Toen ik ook een checklist krijg van is je cursus studeerbaar? Dus ik snap die redenering. Dus daar is niks verkeerd mee. Dus de collega's, waarschijnlijk een generatie boven mij, die dat geïntroduceerd hebben, die hebben gelijk. Alleen is het andere uiterste nu ook niet goed. Omdat we nu plots geconfronteerd worden met een situatie waar we weinig of geen teksten hebben. En de teksten die zijn te simpel. Dus we moeten ergens opnieuw die stappen daartussen steken. Dus we moeten ook niet terug naar het verleden. Waarbij we zeggen van, ah, hier zijn complexe teksten, trek er je plan mee. Nee, en dat mogen we ook weer niet gaan doen. Dat is ook mijn vrees. Hoe als ik dan even terugdenk aan de lezen is schrijven en schrijven is lezen stelling van daarnet. Betekent dat dan ook dat je voorzichtig moet zijn met wat dan de invulboekencultuur noemen? Dat is ook een moeilijk, hè? Want als je gaat kijken van wat doet een invulboek en zegt van bereikt dat doel, dat doet dat eigenlijk wel. Dus ik ben daar heel eerlijk in, dat bereikt dat wel. Maar, en het heeft ook ergens, het kan ook een voordeel hebben, doordat het gestandardiseerd is, doordat het gestructureerd is. Je kan als leerkracht niet al die materiaal ontwikkelen. Misschien heb je een team van heel veel intelligente, ervaren lesgevers samengezet en die hebben het zo mooi uitgetekend. Dus dat kan werken. Dus je hoort mij niet zeggen dat hoe dan ook verkeerd is. Dat is één. Maar als ik dan soms op stagebezoek zit in een, ik moet dat nu zeggen, dubbele finaliteit en op het einde van een vierde jaar en ik zie dat mijn student is goed in interactie met die leerlingen en dan is er een bepaald antwoord dat gegeven wordt en mijn student liever verwacht dat die leerling dat noteert, maar die blijven wachten en dan drukt ze op de magische knop en dan komt er in een mooie cirkels komt het juiste antwoord op het bordboek en dan ben zie ze dat ik, over. Ja, dat schrijven ze over, maar ik heb het verteld, ik heb een dochter hè, van 6, 7, dat is wat zij nu doet. Dus je hebt jongeren van 16 die eigenlijk activiteiten aan het uitvoeren zijn van iemand die 10 jaar jonger is. En dan weet je gewoon dat dat verkeerd is. Dus niemand kan mij dan op dat moment zeggen dat is een goed gebruik van de invulboek. Dus je gaat me niet horen zeggen dat invulboeken compleet verkeerd zijn. Maar hoe ze nu op daar zien gehanteerd worden, dat is iets voor het eerste, tweede leerjaar. En dus zelfs complexe dan teksten en uitdagende schrijftaken dan helpen daar. Als we ze hierbij helpen, en nogmaals, het is geen verhaling van secundair onderwijs, maar we gaan niet plots de grote poort open doen en daarmee starten. Dat is ook iets van lager. En ik vind het ook belangrijk dat we mensen, leerlingen, daarbij helpen. Want anders zitten we in dezelfde ellende als 20 jaar geleden. Dan gaan we bijvoorbeeld echt bepaalde doelgroepen gewoon gaan discrimineren. Hoe meer je leest, hoe beter. Maakt het dan echt niet uit wat je leest? Moet de kwaliteit van teksten ook buiten de klas hoog zijn, maar ja, dan is de vraag waarschijnlijk, hoe krijg je leerlingen zo ver? Ja, en ik probeer te kijken naar onderwijs en waar heeft onderwijs vat op? Waar kan je zelf een impact op hebben? Wat kan je manipuleren? En nogmaals, ik zei het in het begin, je start maar, elke ochtend start je op met zo je emmertje energie, en kan maar zoveel doen. En als je ziet wat er dan thuis gebeurt, denk je van,
oké, kan je daar iets aan doen? Kan je daar veel aan veranderen? Als onderwijs vrees ik dat, dus ik heb liever van dat er gelezen wordt thuis dan dat je kan zeggen van dit of dat. Maar waar je wel een impact op hebt, is wat er dan op school gebeurt. En dan denk ik van, daar moeten wel voldoende complexe zaken zijn, maar ook weer niet te. Want dan lees je soms, maar zelfs dan met zaken die te complex zijn, want dan heb je ook momenteel een hele grote differentiatie tussen. Zeker in lager onderwijs, waarbij je mensen hebt die heel sterk zijn en dan zagen mensen die echt al stuk achterlopen. En wat ga je dan gaan doen? Maar die kunnen dan bijvoorbeeld met dat vloeiend lezen bepaalde teksten gaan aanpakken. En ik zag gisteren nog een interventie uit Amerika passeren, waarbij ze dan met die leerlingen die het moeilijk hebben, dan gaan ze dan focussen op één zin met die moeilijke tekst. Oké? En daar gaan, want ze wilden ook aan die leerlingen tonen van hoe mooi. En hoe complex taal kunnen zijn. En ze ook niet zo kapot maken dat ze die volledige tekst moeten lezen, want dat kunnen ze niet aan. Dus opnieuw, er zijn zoveel grijs varianten mogelijk dat we ook niet moeten zeggen van, ah, die laat wachten of die moeten mee. Er zijn zaken die we ertussen kunnen steken. We zijn al een half uurtje ver. Tijd om over te Oei. gaan naar jullie vragen. We kregen al een hoop binnen, dus we kunnen er meteen mee starten. Een eerste vraag, Jordi. Het is kort, misschien is er ook een kort antwoord op mogelijk. Ik durf het niet te zeggen zelf. Van Martin, koppel je klanken in de kleuterklas best aan drukletters of aan kleine letters? Goed dan ook, je hebt dat al gemerkt, ik kan nooit een kort antwoord geven, maar ja, ik ben ook een mens die ja, sorry, ik ben een mens van taal, hè, Ik zal dus mijn best doen om je te als ik mag onderbreken. spreken, zal ik het doen, dus mijn excuses. Dat is een kwestie van afspraak, drukletters of kleine letters, dus wij doen kleine, en Ja, wij zijn het dat is niet zo dat gestart. En onderzoek aantoont dat een van beide makkelijker of moeilijker is voor kleuters. ik Daar bestaat zat... niet zo'n. Ik zat ergens eind augustus samen met, dat is niet mijn expertise, dat wil ik direct even neerleggen. Maar ik zat wel de mensen die dat wel weten en veel slimmer in zijn. Want handschrift en zo en hoe je dat moet maken, dat is echt een ander veld dan lezen. En het is een cultureel gegeven. Dus. Een tweede vraag. Ze lijkt verrassend, maar ik denk wel dat je dat je zal zien waar ze vandaan komt. Goed leesbevorderend onderwijs, kan dat echt dyslexie voorkomen? Want, zegt Tine, ik heb dat in sommige webinars al wel eens gehoord. Nu ga ik wel een langer antwoord moeten geven, Dat sorry. geloof ik. Ten eerste, wat is dyslexie? Hoe dan ook, wat we weten is dat dyslexie een genetische component heeft. Om het maar heel eenvoudig uit te drukken, als je moeder of dochter of iemand in de familie dyslexie heeft, dan is de kans groot dat de kinderen dat ook hebben. Dat weten we hoe dan ook. Dus je zit met een genetische component. Dus ik ga het dus anders moeten uitdrukken van kan goed leesonderwijs de impact van een dyslexie verminderen? Want je kan het niet wegdoen, hè? Het is genetisch, dus om het weg te halen is absurd. Wat je wel kan hebben, is dus die automatisatie van die driehoek, als het daarop ingezet wordt, we noemen dat met een groot woord phonics, dat werkt hoe dan ook bij die doelgroep. Ik wil daar wel een belangrijke kanttekening bij maken, namelijk wat is dyslexie? We zien namelijk in Nederland, in België hebben we die cijfers niet, dat dyslexie of de attestering van dyslexie meer voorkomt bij ouders met een hoog sociaal-economisch statuut. Dus mensen die hogere Zoals met diploma's meer hebben. leerstoornissen, denk ik, Ja, hè? ja. En dat kan niet. Dat druist in tegen alles dat we weten. Dus dat betekent dat er heel veel mensen hun kinderen dyslexie-attest laten geven terwijl die dat eigenlijk niet hebben. Of daar geen noten hebben. Dus eigenlijk zou het kunnen zijn dat die leerlingen hoe dan ook nood hebben aan meer beter leesonderwijs, eerder dan als ze dyslexie hebben. Omgekeerd betekent dat ook dat in de mensen van arbeidsmarktgerichte finaliteit, dat er daar, we zien dat duidelijk, dat er veel minder attesten dyslexie is. En dat kan ook niet. Ook dat Dat er ook druist in. verstopt blijven. Ja, dus onder diagnostisering. Dus dat is ook een belangrijk gegeven dat we moeten beseffen. Dus we weten ook dat je zo vroeg mogelijk moet mee beginnen. Dus wat we bedoelen met phonics is echt die fonemische bewustzijn, fonologische Klankbewustzijn. vaardigheid. Ja, klank, echt zo dat onderscheid, de koppeling met letters, koppeling ook met betekenis uiteraard. Dus echt die optimalisatie van die driehoek. Er zijn maar heel veel goede interventies rond die qua tijd relatief beperkt zijn. Dus met beperkt bedoel ik 20 minuten per dag. 12 weken aan een stuk en dan nog eens 12 weken, zoiets. En dat heeft een impact. Waarbij ik wel wil zeggen, is dat als je met een genetisch verhaal zit, dat je altijd wel
diegene hebt die dit tegen je speelt. Ja, maar hoor ik je wel zeggen, nu belanden er misschien sommige kinderen bij de logo die gewoon met extra automatisering meer oefenen op klankbewustzijn, daar anders misschien niet zouden belanden. Ja, daar kan ik met zoveel woorden zeggen. Want ik heb dat uit eigen ervaring niet bij mijn kinderen, maar bij andere mensen gezien, waarbij ik dan zie wat logo doet. En eigenlijk moet zeggen van, maar dit is eigenlijk gewoon goed leesonderwijs, dat hoeft niet bij logo te zitten. Wat niet betekent, plus, en het erge is dat momenteel dan die kinderen bij logo gestoken worden, terwijl die logopedist eigenlijk andere kinderen zou moeten hebben. Dus ik heb daar heel moeilijk mee. Een vraag van Nina via de chat. Wat doe je als het merendeel van de leerlingen in je klas in het secundair onderwijs zelfs basiswoordenschat onvoldoende beheerst, dat ze in één tekst moeite hebben met de woorden weide, strand, gewas, akker, en daardoor is die eenvoudige tekst voor het merendeel van de klas al echt complex en moeilijk. Wat doe je dan? Het hangt een beetje af van welk jaar van secundair onderwijs. Het hangt af van welke finaliteit. Wat ik vermoed met zo dat verhaal is dat het voornamelijk akker en weide en strand, dat zijn. Ik vermoed dat het dan uit een school, uit een grootstedelijke context Ja, komt. Omdat, we krijgen net nog een vraag binnen van Isabel, die zegt, we hebben veel AN en taalarme kinderen. Hoe zorg je ervoor dat beperkte woordenschat het leesproces niet stillegt of blijft vertragen? Dus dat is eigenlijk dezelfde vraag een beetje. Ja. Wat we weten dus met die automatisering, eenmaal dat dat enigszins afgerond is, alleen in een ideale wereld, dat is niet altijd van zo, is het woordenschat die de leesvaardigheid aanstuurt, dus secundair onderwijs. Dus als alles fijn is, en alles is goed, ga je merken dat leesvaardigheid echt geduwd wordt door woordenschat. Dus het feit dat de collega's dan nu zeggen in de chat van we hebben daar problemen mee, dat is heel logisch. Ik zou moeten afvragen, is dat het enige probleem? Spontaan zou ik vermoeden dat dat niet zo is. Dat het niet enkel probleem is van woordenschat. Ik vermoed dat er ook aspecten van technische leesvaardigheid zullen meespelen. Dus dat vermoed ik. Spontaan, het feit dat ze niet weten wat een weide en een akker is en dus eigenlijk nog nooit gehoord hebben, vermoed ik ook dat die kinderen uit een grootstedelijke context komen, omdat ze nooit een weide en een akker zien. Dus anders zou je het ergens tegenkomen, weg naar school of wat erover gesproken. En dan zit je eigenlijk ook met een element van wereldbeeld. Dus ik denk, er zijn heel veel goede interventies rond woordenschat. De manier om eigenlijk woordenschat heel snel vooruit te gaan als technische leesvaardigheid in orde is, is lezen. Omdat geschreven taal veel complexer en veel rijker is dan gesproken taal. Je kan interventies rond woordenschat inzetten binnen de les, maar qua efficiëntie is die heel laag vergeleken met lezen. Omdat er bij lezen veel sneller vooruit gaat, terwijl je in een les kan misschien 5, 6 woorden doen. Pas op, je moet dat samen doen, hè. Maar als het qua technische leesvaardigheid alles in orde is, wat ik persoonlijk niet denk, op basis van wat ik heel kort aan het antwoord hoor, zou ik keihard inzetten op lezen en niet gewoon zeggen, lees boeken en klaar, maar doe er ook iets met die boeken, laat ze iets kort schrijven, laat ze erover spreken. En dat is een lang proces, want die accumulatie van woordenschat gaat heel traag. Ja, en als het over een deel van je klas gaat, hoor je ook wel eens, wacht niet tot je moet remediëren, maar omdat het veel motiverender is, zet in op pre-teaching. Ja, dat is een van de zaken. Hè. Ik bedoel, dat preventie en remediering. Hè. Nu, je moet eigenlijk wel weten waarop je gaat remediëren. Nu, het voordeel is, dus namelijk steeds, hoe jonger, hoe gemakkelijker. Omdat je eigenlijk bijna zo met een bazooka erop kan schieten en die driehoek kan doen. Dus hoe jonger is men eigenlijk, als men niet goed is in leesonderwijs, is men eigenlijk beetje allemaal gelijkaardig niet goed in leesonderwijs. Alles is wel nog niet 100% oké. Okay. Ik kan nu wat kort door de bocht. Nu, hoe ouder, hoe individualistischer leerlingen daarin zijn. Dus hun leesproblemen worden wat individueler. Ik kan moeilijk zeggen van, dit is iets waar jij niet al te goed in bent. Reden het is moeilijker te detecteren en moeilijker te remediëren ook. En dat impliceert dus eigenlijk dat je nood hebt aan goede meetinstrumenten. Nu, als het gaat over meetinstrumenten, denkt iedereen van, ik heb daar nu een toets voor nodig. Gewoon, als het gaat over oudere leerlingen, bijvoorbeeld in het eerste jaar van het secundair onderwijs, leerlingen laten een tekst voorlezen, die ze zelf hebben mogen kiezen uit 4 of 5 of zo, en ze mogen daar even nadenken, en dan mogen ze dat voorlezen, neem dat op, en deel dat met je collega's, en vraagt wat er dit goed genoeg is.
is een heel gemakkelijke methode om te ontdekken van, ja, maar ja, die kent niks van leestekens, die kent woorden niet goed, enzovoort. Dus het is een gemakkelijke manier om dat te ontdekken. Ja, ja, Kiana, omdat je zegt collega's, hoe kunnen, die vraagt zich af, hoe kunnen we de leesachterstand als volledig lerarenteam aanpakken? Want niet-taalleraren die krijgen bij ons bijvoorbeeld ook de resultaten van de taalscreening, maar ja, die interpreteren is voor hen lastig. Ja, wat is hun rol in begrijpend lezen van andere vakleraren? Ja, waar ik het eigenlijk over gehad heb, hè, je moet gewoon teksten gebruiken. De gemakkelijkste manier is ervoor zorgen dat buiten de niet-taalvakken dat er ook teksten gebruikt worden. En dan er wel voor zorgen dat die leerlingen die teksten kunnen gebruiken. En dan dat er ook iets gedaan wordt met die teksten. En dat is eigenlijk het. Ik weet dat er wat kampen zijn op dat vlak. Ook binnen mijn eigen vakdidactistie. Ik kan zeggen zoals het is. Ik heb een, Jan is een generatie boven mij. En die is van elke taalleerkracht is elke leerkracht is een taalleerkracht. Ik ben daar anders in. Dus daarin verschillen we echt van mening. Dus ja, kijk, Jan krijgt hier een shout-out. Dat is zijn slogan. Ik ben daar minder van. Ik vind van dat elke leerkracht een zo goed mogelijke leerkracht moet zijn. En ik zou niet weten hoe je in je didactiek andere zaken dan taal gebruikt. Nu, Jan staat daar helemaal tegen, helemaal, is daar heel passioneel tegen. Maar we komen goed overeen, dat is geen enkel probleem, een universiteit moet dat kunnen. Maar bedoel, ik sta daar tegen. Ik vind van, ja, waarom zou je dat? Je hebt toch gewoon taal nodig om dat te doen. En je moet dat goed kunnen inzetten. En als het daarover gaat, ik denk gewoon het introductie van teksten en eisen, dat ze de teksten gebruiken. En dat er ook iets gedaan wordt met die teksten. Dus als leraar natuurwetenschappen, dat je niet beperkt tot zeer sterk vereenvoudigde boeken uit, hè, een invulboek, maar dat je daar ook een tekst uit de actualiteit bij haalt, dat die erop ja. let dat je eigen teksten complex genoeg zijn, en dan ja, leer en ik dat die die volledig teksten, doorgronden. ja, en dat die teksten ook gebruikt worden om te studeren. Ja. Dat er daar gerust een evaluatief moment aan gehaald wordt. Dus niet zoiets van, ah, kijk eens hoe leuk het is, wiskunde, nee, maar, of biologie of fysica, maar dat je er echt iets aan durft. Ja, dit is nu iets dat gestudeerd moet, bestudeerd moet worden. Okay. En dan maak je taal belangrijk. Anderzijds vind ik het ook, ik zou het erg vinden mocht taal enkel maar zoiets het verhaal zijn van de taalleerkracht. Dus ook had het daarnet al een nood van de directie, als je zegt van, goh, wij vinden taal belangrijk. Om dan te ontdekken dat het enkel van de taalleerkrachten is, ja, dat gaat niet, hè. Ja. Ja, je hebt een bibliotheek nodig, je hebt een schooltoneel nodig, zulke zaken. Ja. Een heel andere vraag van Wim via de chat. Lezen en schrijven met de computer, is dat net zo goed als lezen en schrijven op papier? Of maak ik daar toch beter een onderscheid? Goeie vraag. Voorlopig nog niet. Voorlopig zijn die nog niet hetzelfde. Voorlopig staat schrijven op papier boven schrijven met toetsenbord. We weten dat toetsenbord een enorm impact heeft op de kwaliteit van schrijven. Maar al heel simpel gezegd, als je niet goed kan typen, kan je niet goed schrijven. Wat ook logisch is, omdat de gedachten veel sneller gaan dan je handen en je kan je woorden niet kunnen niet volgen. Handschrift is een heel belangrijk. Handgreep is eigenlijk ook iets dat al in kleuters gebeurt. Namelijk het kleuren ligt in de reden, namelijk van pengreep, goede pengreep. En dat is eigenlijk de basis die gelegd wordt voor schrijven. Want als je geen goede pengreep hebt, dan kan je niet goed schrijven. En kunnen de woorden dus niet volgen. Ja. Het Maar kunnen wie goed kan schrijven met de hand, die koopt zichzelf tijd om na te denken, die er niet die krijgt gaat als je met sneller. een toetsenbord tikt. Ja, en zeker als het gaat over het leren schrijven, is momenteel pak 95 tot 99% van overtuigd dat je eerst met de hand schrijft en dan typt. Er is één studie die ik ken uit Noorwegen, waar ze leren schrijven als eerste met toetsenbord. En dat werkt en iedereen is in de war. Dus we weten niet hoe het komt. Dus ik zou nog altijd aanraden, papier eerst. En ook als het gaat over lezen. Ik zag net nog via Pedro passeren. En het allerlaatste is van dat lezen op papier nog altijd beter is dan lezen op tablet of Kindle of iPad. Maar mijn aanvoelen is dat gaat verdwijnen. Dat verschilt. Okay. Vraag van Emmy, die zegt: ik zoek nog concrete tips voor in mijn klas, een zesde leerjaar. Wij werken met list, zegt ze. Welke opdrachten kunnen we geven aan leerlingen die een boek lezen om het achteraf te bespreken? Met andere woorden, wat zijn goede verwerkende schrijfopdrachten? Ja, en wat niet? Kan je daar een lijn op Eigenlijk, trekken? Ja. Waarschijnlijk zijn er 1000, dat is één. Maar de kwaliteitscriterium volgens mij is van, heb je het boek nodig om de opdracht uit te verwerken?
Dat is één. En twee, de tijd die je spendeert aan de opdracht. Als je gaat kijken, aan die verwerkingsopdracht gaat het voornamelijk over lezen en schrijven, of ben je eigenlijk met andere zaken bezig? Een concreet voorbeeld is, soms wordt er dan gevraagd om een coverpagina te ontwerpen voor een bepaald boek. En je hebt niet eigenlijk dat boek nodig om die coverpagina te ontwerpen. En dan als je zegt van bijvoorbeeld een kind is 4 uur bezig met die coverpagina te ontwerpen, maar eigenlijk is die bezig kleur aan het zoeken, mee aan het tekenen, een mooi papier aan het zoeken, dan is die eigenlijk niet bezig aan het lezen. Ik vind dat niet erg, maar je moet beseffen dat je op dat moment niet bezig bent met lezen en schrijven. Je bent bezig met Met je passies opdoen. onderwijstijd. Ja. En je weet ook niet of het kind het boek gelezen heeft, want je kan nergens Nee, maar diepgaande je zou. verwerking. Nee, maar je zou kunnen zeggen van ja, die voorpagina is mooi gemaakt, maar dan ben je bezig niet met lezen, dan ben je bezig met andere zaken. En ik vind dat niet erg dat je bezig bent met andere zaken, alleen mag je dat dan niet bestempelen als lezen. Een vraag van Timon via Instagram. Ja, wij doen al 5 jaar aan kwartierlezen, zegt hij. Ik denk, net zoals heel veel scholen, leerlingen doen dat ook graag, leraren zijn mee, maar de laatste tijd krijgt het wel kritiek. Ja, hoe zit dat nu met dat kwartierlezen, Jordi? Ook kritiek van mij, ik ga me outen. Omdat we op dit moment niet weten of het werkt. Daar komt het eigenlijk op neer. We varen een beetje blind. Dus als er een school zou zijn en mij vragen van moeten we dit introduceren, kan ik niet ja of nee zeggen. Ik ga het niet afkeuren, maar ik ga ook niet nee zeggen. Mijn redenering is, we weten heel veel wat goed leesonderwijs is. Doe eerst dit en daarna mag je van mij een kwartier lezen. Dat is momenteel mijn Waar komt de stelling. kritiek vandaan? Misschien moet je dat even kaderen. Wat is de kritiek eigenlijk? De kritiek is eigenlijk dat je niet weet wat er gebeurt. En dat er een aantal leerlingen een kwartier bezig zijn en ze zijn achter een boek en dat wordt er in de slechtst mogelijke variant, want dat heb ik ook al spijtig genoeg gezien, dat mensen achter een boek zitten en daarna klaar en ze lopen weg. En dan ben je een kwartier bezig geweest, dus iets meer dan een uur per week met iets waarvan je niet weet wat er gebeurt. En Nu, als er ik dan zijn ook. even omdraai, wat werkt dan wel? Wanneer is kwartierlezen wel Want dat nuttig? weet Of wat zijn je. voorwaarden om het nuttig te maken, denk je? Dat weten we op dit moment niet. Er zijn wel Nederlandse collega's die een piloot gedraaid hebben, een pilootstudie daarover, en nu waarschijnlijk een grotere studie over gaan ontwikkelen. De meest logische is één, dat leerlingen mogen kiezen wat ze doen. Het moet complex genoeg zijn. Een belangrijk gegeven is dat het stil moet zijn. Dat de fysieke omgeving moet voldoende zijn. En dan was er nog eentje, ja, die moet er ook iets mee doen met het gelezen. Dus iets heb gelezen en dan moet er iets mee gebeuren. En ik denk dat er een vierde voorwaarde is. Het is een beetje mondeling examen hier. En die ben ik vergeten. Maar alvast, ik Het denk is kiezen. Ze moeten geven. kunnen kiezen. En het moet complex genoeg zijn. Ze moeten iets mee kunnen doen. En moet ook dat is typisch Nederlands. Want daar durft het wel eens lawaaierig zijn. Dat mag ik zeggen van de collega's. En het moet echt wel een soort van plek zijn dat je op je gemak bent. Dat je rustig bent. En dat je niet voortdurend gestopt wordt. En je moet die vier. Allee, dat is wat uit hun piloot kwam, zei ik spontaan. Amal heeft nog een vraag via de chat en Leen heeft een vraag die er wel sterk op lijkt. Amal zegt, ja, meer dan 90% van mijn leerlingen leest absoluut niet graag. Ja, waar vind ik dat wondermiddel om hen toch nog graag te doen lezen, om hen te laten genieten van lezen? Ja, dat gaat dan over leesplezier. Hoe belangrijk acht je dat? Goh, enorm. En Alleen, hoe kom je daartoe? we hebben hier ook een bibliotheek thuis staan. Hè, en toen we verhuisd zijn, zijn we allemaal boeken moeten weggeven. Dat deed ons echt pijn aan het hart. Dus mij ga je niet moeten overtuigen van het belang van leesplezier. Dat is één. Twee, om het eens op een andere boek te gooien. Bijvoorbeeld lopen is superbelangrijk. Dat helpt tegen depressie. Dat helpt tegen hart- en vaatziektes. Je wordt er sociaal door en heeft zelfs een impact op je lezen. Je wordt beter in lezen. En toch zijn we niet bezig over loopplezier. We zeggen wel dat het belangrijk is om in beweging te blijven. En ik denk dat dat belangrijk is voor lezen. Ik denk dat we mensen niet kunnen dwingen om dit wordt nu jouw favoriete hobby, lezen. Net zoals we mensen niet kunnen zeggen dit wordt nu je favoriete hobby, lopen. Maar wel dat we mensen moeten kunnen overtuigen van er is het belang hiervan. En motivatietheorie zegt dat ook, hè. Je hebt daar ook daar is het geen zwart-wit. Nou, het is niet van je vindt het leuk of je vindt het niet leuk. Je hebt dan echt leesplezier en dat is dan die intrinsieke. En dan heb je nog extrinsieke en daarvan drie categorieën in. En je hebt dan wat we zo noemen gereguleerde extrinsieke motivatie. En zou je het kunnen zien van, goh, ik moet dit nu doen. En ik weet dat ik dat moet doen, maar ik vind het wel oké dat ik het moet doen. Hè? Maar laten we het zo uitdrukken. En daar is eigenlijk de groep van die 19% waar we ze naartoe moeten krijgen. Ik denk dat leesplezier het echt super tof vindt. Dat ze echt een bibliotheek aan boeken gaan creëren. Dat is niet realistisch. Net zoals we niet iedereen gaan kunnen dwingen om de 10 miles van Antwerpen te lopen en dat plezant te vinden. Nu, hoe doe je dat?
De motivatietheorie is daar ook relatief simpel in. Die hebben ze een ABC, noemen ze dat. En dat gaat dan autonomie, Ja. verbondenheid en competentie. Ja, Dus oké. Okay. Ja. autonomie, je mag zowel zelf een aantal zaken kiezen, dus er een zekere vorm van eigen, maar je geeft ze wel eerst een selectie. Ja, de Kies. B van. Verbondenheid, dat betekent dat je in interactie treedt met elkaar, vandaar de verbondenheid. En En de de C C. is competentie. Ja. Dat staat voor het kunnen, de vaardigheid. En als er nog altijd een discussie is over wat komt er eerst, motivatie of vaardigheid, wel volgens de Het hangt samen. motivatiepsycholoog is het, maar het hangt samen, het is eigenlijk eerst, zij zeggen zelf, om motivatie te bereiken moet je ABC doen en die C staat voor competentie. Dus je moet inzetten op vaardigheid, Ja, op absoluut. competentie, om gemotiveerd te zijn. Maar ik wil even wel zeggen, van, dat is een cirkeltje die in zijn as draait, want hoe vader je wordt, hoe leuker je het vindt, hoe leuker je vindt, hoe beter dat, hoe meer zin dat je hebt om buiten te gaan lopen en te gaan spelen. Enfin, het komt allemaal op Voilà, elkaar. absoluut. Ja. Ja, lezen broert, duidelijk. We komen heel veel vragen binnen. Dank je wel daarvoor. Helaas, ja, we proberen ons aan ons lesuurtje te houden en dan nadert stilaan zijn einde. Tijd voor nog een paar laatste vragen. Stel ze ook zeker in de chat. Kelly, die zegt, voorleessoftware, vanaf wanneer zet je die in? Ze is niet de enige met die vraag trouwens. Als het Moeilijk om een misschien punt op te plakken nu, over denk worden, ik. als het heel dramatisch is. In uiterste gevallen. Uiterste gevallen. Want je moet weten, voorleessoftware, begrijpend lezen, heeft een formule waar relatief bijna iedereen van overtuigd is dat ze decoderen maal luisterbegrip. En dan heb je begrijpend lezen. Nu, dat verklaart 50% van de resultaten van begrijpend lezen. Dus het is niet alles. Nu, als je decoderen betekent echt tekens omzetten in die klank en die betekenis. Nu, dat is nul, want het is voor voorleessoftware. Dat is nul. En nul maal luisterbegrip is nul. Dus je bent niet bezig met begrijpend lezen. Dus als je zegt van we zetten voorleessoftware in om begrijpend lezen te verbeteren, dat kan niet. Want je bent niet bezig met lezen, je bent bezig met luisteren. Je zou kunnen zeggen van ja, ze volgen dan onder begeleiding om ze beter te maken. Dat is een tijdelijke fase. Ja, maar dit zou een uitzonderlijke maatregel moeten zijn bij mensen die heel zware dyslexie hebben of andere TOS, dus taalontwikkelingsstoornissen, want dat hoort allemaal samen. Dus ik zou daar heel voorzichtig mee omspringen. Heel voorzichtig. En mijn leerlingen die dan echt dyslexie of TOS, mag je dan zeggen, ik geef teksten vooraf mee bij toetsenbegrijpend lezen of evaluaties? Maar daar heb ik absoluut niks verkeerd mee. Dat is een compleet ander verhaal. Namelijk van, Dat is gewoon goede ondersteuning. ik mag dat zeggen, want ik heb het al in andere presentaties ook gezegd. Dus mijn dochter die heeft dyslexie, die heeft epilepsie. Vanaf iets voor 1 jaar en heeft medicatie gekregen daartegen om die aanval niet tegen te houden. Je weet dat eigenlijk de taalontwikkeling remt. Dus na die 4 jaar is dat eigenlijk mogen afbouwen en stoppen. En dus we hebben eigenlijk jarenlang dus daarna echt moeten helpen. En we kregen vanuit de kleuterklas op een bepaald moment ook wel eens, we gaan dit doen. En we deden dat dan soms thuis. Of nadat we dat op school gedaan hebben, deden we dat daarna. Dus dat werkt. Dat werkt 100 per uur. Dat is niks. Niet twijfelen. Doen. Onze tijd zit er echt ongeveer op, maar nog twee hele korte ja-nee-uitsmijtertjes om af te sluiten. Kort en ongenuanceerd, maar we gaan ze toch even brengen. Interactief voorlezen of kwartier lezen? Als je dat moet kiezen. Je Ah, krijgt net iets meer tijd, want ik zie je in wanhoop verzinken, Jordi. oh, pak interactief, want daar is enorm veel over. Als je van een harde steen moet maken, maar liefst dan maar ze mogen van mij alles doen, maar eerst wat er al Maar bestaat. daar goed Doe over de interactief. nadenken. Nou. Ja. En dan boekbesprekingen afschaffen of houden? Houden. Houden. Absoluut, niet Oké. twijfelen. Ja, in orde. Dat was een heel duidelijk om af te sluiten. Ons lesuur zit erop. Jordi, van harte bedankt om mee te zoeken naar antwoorden. En jullie van harte bedankt om te kijken. Hopelijk had je wat aan de inzichten van Jordi, wat we vandaag besproken hebben. En meer vind je ook op klasse.be als je via onze zoekfunctie de term lezen intikt. En na deze webinar bezorgen we je nog een mailtje met waardevol materiaal op maat voor kleuter, lager en secundair onderwijs, met ook de opname van deze webinar. Heel erg bedankt om te kijken en bedankt om net als zoveel andere leraren je schouders te zetten onder sterk leesonderwijs. Tot bij een volgende webinar van Klasse en nog een hele fijne namiddag.